go. Ik heropen de vergadering van de parlementaire ICT-onderzoekscommissie. Mede namens mijn collega Bruinslot, Fokke van Meenen en Udevel, Ulenbelt, heet ik u van harte welkom, mevrouw Wildvank. U heeft jaren en jaren in de ICT-wereld gewerkt. Wij zijn op zoek naar de vraag hoe ICT-projecten bij de overheid beter kunnen. Nou, daar moeten we ook voor terugkijken. We zijn een beetje op zoek naar een gemeenschappelijke noemer, maar steeds dezelfde kenmerken die we tegenkomen in projecten. En we gaan proberen om aanbevelingen te formuleren voor de Tweede Kamer om te voorkomen dat het fout gaat met die projecten of dat ze veel duurder worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Fijn dat u hier bent. Het helpt ons enorm als u openhartig bent. En ook tegen u zeg ik, hoop dat we dat zonder Engels jargon en ICT-jargon kunnen doen. Ik ga proberen. U heeft dus jaren en jaren in die wereld gewerkt, waaronder 15 jaar of zoiets, bij een van de grote aanbieders in Nederland, leveranciers in Nederland, Capgemini. 24. Ja. 24 jaar. U stond met een teampje, maar dan praten we over de prehistorie, geloof ik. Hè? Ben ik zo oud? Aan de wieg van de betaalautomaat. Ja, vertel klopt. Eens. Ja, in 1984, 85 hoorde ik bij het team wat destijds de betaalautomaat in Nederland heeft geïntroduceerd. Ja, ja, dat is echt hard werken met in zo'n innovatieproject van de overheid, wat destijds door Nelly Kroes nog geopend werd in 4 november 85, was de eerste betaalautomaat. En dat was toen om te voorkomen dat er zo grote overvallen op de benzinepompen werden gepleegd. En dat vinden we nu eigenlijk allemaal weer heel gewoon, maar op vrijdagmiddag was het altijd raak toen. Ja. Dat is altijd een bal. Ja. Wij hebben eerder contact met u gehad en toen was u zo aardig om een notitietje voor ons te schrijven. Dat was op 6 december 2013. En we komen straks over allerlei dingen meer inhoudelijk te spreken hoor. Maar daar pik ik toch even één ding uit. Ik citeer: de ICT-kennis van degene die de openbare aanbestedingen deden, vond ik bedroevend laag. Er werden dingen gevraagd die niet konden, maar als je als inschrijver nee antwoordt, doe je niet meer mee. Dat is nogal een pittig quoteje. Ja. Licht eens toe. Ja, dat was toen zo. Ik heb inmiddels, als ik het vanochtend heb meegemaakt, schijnt het allemaal stukken verbeterd te zijn. Maar in die tijd werden er toch regelmatig dingen gevraagd die te nieuw waren, waardoor bij wijze van spreken een jaar later producten al uit de handel waren of dingen werden gevraagd die eigenlijk niet konden. En dan zit je dus, dat is jammer. Dan weet je dan van tevoren al dat zo'n project het of niet gaat redden, of dat jij het niet gaat redden als aanbieder. Mag ik u vragen om iets harder te praten? Ja, dat mag. En of iets dichterbij dingen, ja. Mag allebei. Met mijn buik in houden. Nu was u directeur public, zoals het heet, bij Capgemini. Vice-president, ja. Ja, wat doet zo iemand? Zo iemand is verantwoordelijk voor een unit die software maakt. En wat ik daar deed was contracten van een aantal grote projecten managen. Dus met de klanten in stuurgroepen de voortgang bewaken. Kunt u een paar van die projecten noemen of doet u dat liever niet? Wat ons betreft doet u dat liever wel namelijk. Ja, ja. Nou, dat waren er een. Dat was UWV Polis, dat was INR. Dat heet Identificatie en Registratie van Runderen. En RIJS heette dat. Het was het rechtsinformatiesysteem voor de Raad van de Rechtspraak. Raad van de Rechtspraak. En wat deed u dan in die functie zoal? Bij die projecten?
Het bewaken van de voortgang van je project, het bekijken of de activiteiten die door de klant moeten worden gedaan, of die ook op tijd plaatsvinden, want een project moet ingebed worden in een organisatie. En als dat niet gebeurt, dan kan het project ook niet overgenomen worden door de organisatie. Dus je moet tijdig allerlei zaken oppakken. En dat bewaak je tijdens zo'n verhaal, maar ook je eigen werk. Van, ben je zelf op tijd klaar en zo niet? Wat betekent dat voor de organisatie en wat moet je dan doen? Nou, daar gaan we wat meer de diepte over in. De collega Bruin Slot en Van Menen hebben het voortouw, maar de rest van de commissie zit niet te suffen. En kan af en toe ook even wat aanvullende vraagjes stellen. We opereren als een team. We beginnen bij mevrouw Bruin Slot. Dank u, voorzitter. Mevrouw Wildvank, u gaf zo net al mooi aan dat u in 1984 bezig was met de invoering van de pinautomaten. Dus u kan eigenlijk op 30 jaar ervaring in de ICT nu teruggrijpen. En mijn vraag aan u is ook, in de vele projecten waar u aan heeft meegewerkt, welke problemen bij de ICT-projecten bij de overheid kwam u tegen waar u aan meegewerkt heeft? Het niet goed definiëren van je doel. Dus het doel wel kennen, maar eigenlijk niet goed definiëren. Dus niet goed het ontbreken van een architectuur. En dan bedoel ik niet van hoe een huis eruit ziet, maar meer de ruimtelijke ordening. Van, je kunt ergens een huis neerzetten, maar je hebt ook een riool nodig en elektriciteit en zo. Dus het inpassen van wat je maakt in het geheel. En een enorm optimisme dat bepaalde dingen heel erg makkelijk zijn. Dus dat het allemaal wel op tijd afkomt. Dus ook deadlines stellen die niet realistisch zijn. Als het gaat om die drie factoren die u nu noemt. Dus het een architectuur ontbleekt. De doelstellingen zijn niet duidelijk. Er is optimisme. Is dit specifiek voor de projecten waar u aan heeft meegewerkt? Of zegt u van nee, eigenlijk in algemene zin zijn dat gewoon oorzaken voor problemen bij ICT-projecten? In algemene zin, ja, ik denk dat dat algemene problemen zijn. Maar zoals ik ook de vorige keer zei, ik heb ook voor industrie gewerkt en daar zag je dat minder. Dus daar zag je gewoon mensen toch zorgvuldiger, of zorgvuldig is niet het goede woord, maar minder optimistisch, omdat het heel veel geld kost, preciezer sturen op dat geld. Ja. Dus inderdaad, van, u zegt daarbij eigenlijk, er is een verschil tussen de manier waarop zaken fout gaan bij de overheid en hoe dat gaat bij de industrie. Zegt u feitelijk dat dat optimisme eigenlijk bij de industrie eerder wordt afgestraft dan bij de overheid? En kunt u daar een voorbeeld van geven? Optimisme. Men heeft een hele duidelijke business case voor ogen binnen de industrie van waarom ze iets willen, wat ze willen bereiken in hun bedrijfsvoering. En bij de overheid is het natuurlijk niet altijd omdat de bedrijfsvoering verbeterd moet worden. Het kan ook zijn dat er een wet verandert, dat het op een bepaalde tijd moet. En daarmee is de sturing anders. Dus het is ook niet hetzelfde. Want om nou overheid en bedrijfsleven identiek te hebben, dat is volgens mij niet terecht. Als een wet echt wijzigen moet, ja, dan moet dat op bij wijze van spreken 1 juli moet die ingaan. En dat vergt een andere manier van werken dan een business case waarvan je zegt van dit is het me waard. Dus dat is wel een groot verschil met ondernemingen. Dus het verschil zit in het feit dat bij een onderneming ligt er van tevoren vaak een vastomlijnde business case vast. Ja. En de externe factoren bij de overheid worden bepaald doordat de politiek of de minister eisen heeft om bijvoorbeeld voor een 1 januari van een bepaald jaar een project af te hebben. Bijvoorbeeld. Zie ik dat goed? Ja. Dus kunt u een voorbeeld geven uit uw eigen praktijk? Heel lang geleden de AOW bijvoorbeeld, van waar dan de wijziging is van dat de AOW wordt herzien en dat tussentijds bijvoorbeeld de ANW werd ingevoerd. Nou, dat verandert zo'n project enorm. En dat is al een hele tijd geleden, 92, 94, maar dat geeft goed aan dat je tijdens zo'n verhaal opeens een grote wijziging hebt die je hele plan aan het veranderen is. En dat heb je bij een bedrijf nauwelijks, want je weet waarom je dat doet. Dan komt er niet opeens een externe factor tussendoor om je project te wijzigen. U had het ook zo net over sturing van een project. Wat bedoelt u daar precies mee? Als u het heeft over sturing van het project, gaat dat dan om de verhouding tussen de overheid en de opdrachtgever? Dat die anders is dan bij de industrie?
Nee, de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is niet anders. Ik bedoel, je wordt geacht een activiteit te verrichten tegen een bepaald bedrag. Wat wel anders is, is de impact die het heeft. Want in een bedrijf, in een industrieel bedrijf bijvoorbeeld, heeft het alleen maar betrekking op dat bedrijf. Terwijl bij een project wat van een grote overheidsorganisatie is, er ook vaak heel veel betrokkenen omheen zijn dan wel een hele keten die in dat ene project betrokken is. Die vaak in de projectvoering in het begin niet altijd wordt onderkend. Dat alleen maar naar dat ene project wordt gekeken en niet naar de keten die daar in zijn geheel bij betrokken is. En dat maakt dat er dus minder goed zicht is op wat er gebouwd moet worden. Wat is naar uw mening de belangrijkste oorzaak van het mislukken van ICT-projecten van de overheid? Het heel veel zaken naar binnen halen in een project wat ook moet, maar die je veel beter van tevoren veel beter over kunt nadenken. Wat mij heel vaak is opgevallen is dat als je achteraf kijkt, denk je van ja, nou is het simpel, nou weten we de specificaties, hè? Want het is vaak zoeken ook in sommige projecten. Maar wat je merkt is dat er zoveel dingen bijkomen die de sturing dan moeilijker maken. Bijkomen dan denk ik bijvoorbeeld aan inderdaad gegevensuitwisseling met een ander bedrijf. En daar moet ook wat gebeuren. En dat zat dan oorspronkelijk niet in de plannen. Ja, dus als je daar van tevoren beter over zou nadenken, dus echt tijd zou nemen om een ontwerp te maken, een plan te maken, en niet alleen een plan, maar een architectuur te maken, dan zou je dat eerder onderkennen en niet zoveel nutteloos, maar heel veel herwerken. Als ik bedenk bij sommige projecten hoe vaak we dingen hebben overgedaan, is gewoon, ja, wordt niemand blij van. Nee, dus heel vaak dingen zijn zaken overgedaan omdat men van tevoren niet goed over heeft nagedacht. U heeft aan de pinautomaat met de pinpassen meegewerkt dan en daar eigenlijk aan het begin gestaan. En als u bijvoorbeeld dat principe vergelijkt met wat we ook hebben onderzocht over chipkaart. Over de pinautomaat is 10 jaar nagedacht voordat überhaupt werd geprogrammeerd. En hoe is dat bij de OV-chipkaart gegaan? Weet ik niet. Nou, geen 10 jaar hoor. Nee, dat weet ik echt niet. Nee, maar in de zin is dat u ook in uw verhaal aangeeft, is dat er vaak ook gekeken wordt naar het, ja, dat men niet onvoldoende inzicht heeft in de eenvoud van de programmatuur en iets heel ingewikkelds opbouwt. Ja. Ja, ik denk dat het goed zou zijn als mensen inderdaad proberen om een simpel ontwerp te maken, want als het niet simpel is, dan is het eigenlijk ook niet goed. Je moet het kunnen snappen, kunnen uitleggen aan je moeder, zeg maar. En als je dat niet kan, dan klopt het niet. We hebben hier Tante Annie al langs gehad. Tante Annie, oké. Okay. Hondenhokken die gebouwd moesten worden. Maar dat is nieuw, maar je moet het kunnen uitleggen. Ja. Je moet het simpel houden, hoe dan ook. Ja, als het niet simpel is, is het eigenlijk niet goed. Dat klinkt raar, maar het moet helder zijn wat je bouwt. Het moeten heldere verbanden zijn, heldere overgangen. Ja. Hoe komt het dat de overheid het niet helder krijgt van wat er gebouwd moet worden? Ligt dat omdat men de kennis niet heeft? Ligt dat aan problemen met het aanbestedingstraject. Welke achterliggende oorzaak zit daarachter? Ja, als ik dat wist. Een paar mogelijke oorzaken is dat inderdaad het denken vooraf er niet is. Dat er, denk ik, soms toch ook te snel politiek gescoord moet worden. Van dat er iets af moet zijn en dat je iets moet kunnen laten zien. Terwijl dat niet dienstig is voor de manier waarop je je ontwerp zou moeten maken. En inderdaad dan 2 jaar niks laat zien. Ja, dus dat is niet helemaal wat sommige mensen dan willen. Dat is één. Het andere is denk ik dat er toch ook wat, zoals ik al zei, weinig kennis is van het totaal aan ICT. Want wat me een beetje opvalt is dat ICT altijd wordt gezien als één ding. Maar het is net zo ingewikkeld als medicijnen. Er zitten zoveel vakken in. En er zijn zoveel mensen, verschillende type mensen nodig om een project te laten slagen. En dat wordt wel vaak wat eendimensionaal bekeken. Van als ik nou maar die software heb, dan ben ik klaar. Dan heb ik mijn huis daar staan. Ja, en dan mist dus alle andere onderdelen. Ik wil graag ook even met u naar die fase van die aanbestedingen. U zegt eigenlijk al van ja, je moet eerst goed nadenken over wat je wil. Dat vertaalt zich ongetwijfeld ook in de kwaliteit van de aanbesteding. Hoe kijkt u in zijn algemeenheid aan tegen de manier waarop aanbestedingen, en dan met name vanuit de overheid, plaatsvinden?
Ik heb er nu niet meer zoveel ervaring mee, maar wat ik destijds zag was dat het heel erg gedetailleerd was, veel op het hoe en weinig op wat men wilde bereiken. En ik heb destijds toen een aantal projecten overgenomen die niet zo goed gingen en dan kijk je, en dan kijk je vooral weer terug naar van wat was nou het doel, wat was het doel van wat wilden ze maken en welke humbug moet er af om het weer op de rit te krijgen. En dat in een paar jaar tijd lukt het blijkbaar een heleboel mensen om er heel veel aan toe te voegen. En ik heb destijds van mijn voorganger Chris Verhoef geleerd van een project wordt veel groter omdat een heleboel mensen ook allemaal eigen dingen eraan hangen die ze ook wilden. Dus heel langzaam kom je dan in een soort moeras terecht waar je, niet dienstig is voor het oorspronkelijke doel. Dus dan is het de zaak om helder te analyseren en te kijken van waar gaat het om. En is het zo dat het feit dat dat gebeurt zijn oorsprong kan hebben in de aanbesteding of in de onderhandeling? Ja, omdat de aanbesteding vind ik dus vaak te eendimensionaal is. Dus alleen maar dat ene aspect belicht en dan vergeet dat er bij wijze van spreken ook nog productie moet worden gedraaid of ook nog zaken moeten worden ingericht om mensen op te leiden of inderdaad die aanliggende partijen die gebruik gaan maken van dat systeem erbij te betrekken. Dat staat vaak niet in de aanbesteding. En kent u ook voorbeelden van projecten, misschien van uzelf of van anderen, waarin al in de aanbestedingsfase eigenlijk duidelijk werd dat er problemen zouden zijn? Of dat ze gewoon optraden? Nee, de projecten die ik heb gemanaged heb ik zelf niet bij de aanbesteding gezeten. Dus dat is echt gesplitst. En de aanbestedingen waarvan ik dacht, zo moeten ze, die hebben we verloren. Hè? Omdat de klant dan zei, van, zo willen wij het niet. Ja, dus. Ja. Dus dat is toch heel boeiend. Hè? Kunt u daar iets dieper op ingaan van wat er dan gebeurde tussen u en die klant? Er gebeurt niks, want in een aanbesteding praat je niet met elkaar. Dat vind ik zelf, dat hoort zo, maar dat is ook heel lastig om echt te snappen wat die ander bedoelt. Dat moet eigenlijk in de fase vooraf. Maar op het moment dat er dan een verhaal is gemaakt waar je lacunes in ziet, kun je daar niet meer over praten. Dan moet je daar wat mee. Of niks. Dus dan moet je hem afwijzen. Komt het dan wel eens voor dat u bij elkaar heeft gezeten en gewoon gedacht heeft, wat willen ze eigenlijk? Ja, dat kwam wel eens voor. Ja. En was dan soms de conclusie van, dan zullen ze maar alles geven? Wat we denken dat ze willen, of want wij kennen u inmiddels ook als een kritisch iemand, dat komt later in het gesprek nog wel verder naar voren. Als we niet weten wat ze willen, dan geven we ze gewoon alles wat we kunnen. Nee. Maar gebeurt dat wel? Kent u die praktijkvoorbeelden wel? Ja, ik werk zo niet, dus ik ben er niet bij betrokken geweest. Maar weet u dat er... Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat mensen naar eerder geweten de vragen proberen te beantwoorden en op het moment dat je die vragen zo goed probeert te beantwoorden, dat je echt denkt dat dat het is. Maar zoals het nou eenmaal gaat in communicatie, er zijn altijd meerdere mogelijkheden van wat iemand bedoeld heeft. Even voor goed begrip, want er kijken ook allerlei mensen mee die niet al die aanbestedingsprocessen en formulieren van buiten hebben geleerd. Het is dus verboden om in een aanbestedingsproces, waarin je dus gaat bieden van wij kunnen dit en dat, beste overheid. Jullie hebben in een heel dik document gevraagd aan ons, kun je aan die en die en die criteria voldoen, aan die en die specificaties, kun je dat en dat en dat hondenhok met dat en dat soort hout voor ons bouwen. En als er dan een verkeerd soort hout staat opgegeven, naar uw idee, of de verkeerde lijm, weet ik veel, dan kunt u, mag u, volgens die regels niet bellen met die opdrachtgever en zeggen, jongens, kunnen we eens even overleggen? Want we zouden eruit komen, maar dat mag niet, hè? Nou, je mag één keer een vragenronde doen, dus je mag vragen stellen. En dat is, dat mag. En dan moet je... En dan kijken alle concurrenten ook mee, want die krijgen diezelfde vragen te zien. Ja. En dezelfde antwoorden, ja. Hoe kijkt u in dit verband aan tegen de concurrentiegericht dialoog? Want dat heeft wel aspecten in zich. Dan ga je toch wel van tevoren meer het gesprek aan. Dan ga je van tevoren het gesprek aan. Dat is op zichzelf prettiger. Dat je van tevoren in elk geval kunt praten. Maar er speelt natuurlijk een beetje hetzelfde. Dat je met je concurrenten aan tafel zit. En dat gebeurt in de industrie natuurlijk ook niet vaak.
Nou, maar waar leidt dat toe dan? Het leidt, denk ik, tot betere vragen vooraf. Want je hebt in ieder geval elkaar gesproken. Maar het leidt ook tot bepaalde vragen niet stellen. Een beetje meel in de mond, omdat de concurrent... Ja, omdat je zit met z'n allen aan tafel. Dus je moet enerzijds dingen te weten komen... en anderzijds moet je proberen natuurlijk wel die opdracht te winnen. Zo zit het ook. Maar vindt u het een goede vorm? Of, ik vind het een betere vorm dan vraag en antwoord via een mail. En dat is het dan, ja. Ja, aanzienlijk beter. Wat wellicht ook nog een rol speelt... is dat er te veel gestuurd wordt op prijs en tijd... En er is ook een methode, best value procurement, ja. Heet die. Ja. Ga je dus echt voor de waarde, voor de prestatie. Er zijn mensen die denken dat dat een oplossing biedt voor problemen in die aanbestedingsfase. Hoe kijkt u daarnaar? Daar kan ik heel weinig over zeggen, omdat ik daar niet meer bij betrokken ben. Maar waarde is altijd handiger om naar te kijken. Maar tegelijkertijd denk ik van... Als je dat als je alleen maar op prijs en tijd kijkt, dan heb je twee dingen in je project zo ongelooflijk vastgezet. En op waarde kun je ook heel lang weer discussiëren of die waarde wel of niet gehaald wordt. Dus ik weet niet of het op den duur ook iedereen tevreden over is. Ja. Okay. U zei ook net al bij de opsomming van problemen dat ook het kennisniveau bij de overheid een rol speelt. Ja. Kunt u daar eens wat dieper op ingaan? Hoe kijkt u naar die kennis? Wat voor kennis zou er eigenlijk moeten zijn in uw ogen? Ik denk dat er zeker mensen moeten zijn die kennis hebben van voortrajecten. Dus van requirements, architectuur. Er wordt wel pogingen voor gedaan, echt goede pogingen. Er zijn allerlei websites met overzichten van dat je eerst moet beginnen met enterprise architecturen en al dat soort zaken. Maar men houdt zich in. Kunt u dat even uitleggen? Enterprise architectuur? Ja, om een overzicht te maken van wat je als bedrijf in huis hebt. Dus zeg maar je ruimtelijke ordening van je software. En als je dat helemaal in kaart hebt gebracht, dan kan je zeggen, dan ga ik daar dat bouwen en daar ga ik dat doen en dat moet eerst. En dat, daar zijn allemaal richtlijnen voor, maar je ziet in praktijk dat mensen zich daar weinig aan houden. En dat is en wellicht ook omdat dan weer men dat zelf niet kan. Dus wat je in praktijk dan veel ziet, is dat ook weer andere externen die voortrajecten doen. En dan moeten mensen dus met toch kennis van sommige... Ik zou mensen onrecht doen om te zeggen dat er helemaal geen kennis van zaken is. Maar je moet gaan kiezen van wat waar is en wat niet waar is. Dus je ziet vaak dan die trajecten door 2, 3 verschillende partijen gebeuren. Die elkaar tegenspreken. En dan denk je, dan wordt het moeilijk als je dat moet beoordelen. Van wat je dan, waarom, op grond van wat je dan kiest. Een kleine complicatie in dat verhaal is, als je het voortraject hebt gedaan, mag je niet aanbieden in het natraject. Dus het is ook, waar wil je je werk doen? Wil je dat doen aan de... voortrajectkant. Als je dat goed doet, dan is dat natraject over het algemeen heel goedkoop. Als je het, als je daar niet zoveel tijd voor krijgt, dan heb je daarna ook een project. Dus het is een beetje ingewikkeld van waar je zelf ook voor kiest, in welk aspect je in dat traject wilt meedoen. Want het is altijd bijna een externe partij die dat doet. En dat zou ik nooit doen als ik overheid was. Ik zou het zelf doen. Maar goed. In fase, bedoelt u? Ja, ik denk dat het goed zou zijn als de beginfase, de opstartfase, door de overheid echt zelf wordt gedaan. En wel met externe krachten, maar toch echt met aansturing, met kennis van zaken van de overheid zelf. Ja. Is het feit dat dat beeld onvoldoende helder is aan het begin, die architectuur zoals u dat noemt, is dat misschien ook de reden dat projecten zo groot blijven en dat het zo lastig is misschien om ze in kleinere delen, ja. Hè, wat hier gedurende deze dag al meerdere keren als oorzaak ook van... Ja, als je echt dan blijft de omvang heel groot. Ja. Als het gaat om die architectuur, er werken inmiddels ook architecten bij ministeries. Ja. U heeft zelf ook een tijdje bij OV92 gewerkt. Bent u bij dat ICT-werk dat u daar deed ook de architect bijvoorbeeld van het ministerie tegengekomen? Nee. Niet? Nee. En daar heb ik uitdrukkelijk naar gevraagd, ja. Ja, ja, ook omdat ook daar natuurlijk in het OV situaties denkbaar zijn van dat je bezig bent met standaarden te definiëren waar het zinnig kan zijn om dat goed te doen, zodat er innovatie hoog is binnen het OV. Ja.
Maar ik begrijp dat u wel uitdrukkelijk heeft gevraagd of hij betrokken zou willen worden. Begreep ik dat net wat u zei? Nee, ik heb aan de mensen die betrokken zijn bij het betrekken van die standaards gevraagd waar die meneer was, maar niet die gezien. Was er dus niet? Nee, kijk. Niet gezien. Nee. Ja, u heeft heel duidelijk aangegeven dat op het gebied van die architectuur, dat die beginfase, die kennis goed aanwezig moet zijn. Zijn er nog meer aspecten waarvan u zegt, nou ja, dat is in ieder geval toch cruciale kennis die de overheid binnen moet hebben? Nou, het sturen van projecten uiteraard. Maar ik zelf denk altijd van het sturen van projecten wordt een stukken makkelijker als je weet wat je aan het maken bent. Maar ook goede financiële sturing op projecten. Dus goed bekijken van hoeveel geld er nu eigenlijk al uitgegeven is en waar dat precies aan uitgegeven is. Want dat is vaak vaag in projecten van waar dan dat geld gebleven is. U had het zo net ook over, het is inderdaad vaag waar het geld is gebleven. U had het zo net ook over dat de overheid de neiging heeft om heel veel externe in te huren. Ja. Wat vindt u van de inzet van externe door de overheid bij grote projecten? Dus nog eigenlijk naast de opdrachtgever en vaak ook nog naast de opdrachtnemer. Ja, daar was ik, ben ik wisselend enthousiast over in praktijk. Dus in mijn tijd dat ik die projecten voerde. Enerzijds is het goed als mensen meekijken, maar als het is om... Als het alleen maar gaat leiden tot een andere visie die daarna weer door de opdrachtgever moet worden beoordeeld van wie van de twee heeft nou gelijk, dan schiet je er ook, ja, naar mijn idee schiet je er dan niet veel mee op. Dus een goed opdrachtgever en opdrachtnemerschap houdt ook in dat je als volwassen mensen met elkaar omgaat en niet er iemand bij hebt die de hele tijd loopt te klikken, bij wijze van spreken. Dus het is een dat wil niet zeggen dat je niet zo nu en dan de thermometer in het project moet stoppen. Want dat vind ik zelfs belangrijk, dat je zo nu en dan audit laat doen op het project. En dat heb ik ook altijd toegejuicht, van dat er gewoon een officiële externe audit op de projecten komt die je doet. Maar dat is iets anders dan de hele tijd mensen eromheen die meningen verkondigen waar je niet altijd plezier van hebt. Ja. Voor mijn goed begrip, u heeft het dan iedere keer over weer andere externe. Ja. Van kleine bedrijfjes die worden ingehuurd om nog eens even goed te kijken. Ja. Doen ze dat dan wel goed daar vanuit Capgemini? Zet tegen een echte audit, zoals dat dan heet, het doorlichten. Ja, daar heb prima. Ik helemaal geen bezwaar tegen. Uitstekend. Al die andere rakkers die er met hun eigen factuurtje doorheen fietsen, dat hoeft van mij niet. Nou, het is niet altijd dienstig. Sommige mensen, ja, ik bedoel, ik kan ook niet zeggen dat iedereen er een potje van maakt. Dat is ook niet waar. Maar het is wel zo zoveel meningen ook niet helpen om de opdrachtgever een goed beeld te krijgen over wat er aan de hand is. Dus dan denk ik van als je een opdrachtgeverschap hebt en een opdrachtnemer, van hou het helder en praat met die opdrachtnemer in plaats van een ander iets te laten zeggen. En als je kritiek hebt op wat de opdrachtnemer doet, bespreek dat dan gewoon. Want dat valt over het algemeen best mee. Maar is dat ook, ik ga even terug naar wat u eerder zei, is dat ook de reden dat u zei, je moet het simpel houden, mijn moeder moet het kunnen begrijpen, want dan heb je namelijk vanuit die overheid ook niet die andere expertise van weer andere bureautjes nodig om te beoordelen of die grote leverancier het wel goed doet. Ik denk dat dat helpt, ja. Als je zorgt dat de afbakening heel helder is, dat je precies weet welke brokken je gaat maken, dat het helpt om daar zelf ook zicht over te houden en ook die brokken zo te bouwen dat je er niet te lang mee bezig bent. En dan ook kunnen mensen die zelf in dienst zijn bij die ministeries zelf ook kijken, gaat dit wel goed wat onze leverancier aan het leveren is? Dat hoop ik wel, ja. Ja. In dat systeem van simpelheid heb je dus die andere derde niet nodig. Het maakt niet zoveel uit wat je, op een bepaalde manier, ICT is ook wel soms. Enerzijds is het een ingewikkeld vak, er zitten natuurlijk heel veel aspecten aan. Maar anderzijds lijkt het ook wel, als het over ICT gaat, dat je opeens helemaal niks meer mag vragen. Ik noem vaak het voorbeeld van een sokkenfabriek. Een sokkenfabriek, het zijn gewoon sokken die je aan het bouwen bent, aan het maken bent. En op zichzelf is het ook niet zo dat je dan opeens geen eisen meer mag stellen aan die sokken. En het heeft een hoog witte jassengehalte soms. Dan opeens is het van, maar dat werkt heel anders. Dan denk ik, ja. We zijn gewoon producten aan het maken en dan kan je eisen aanstellen. En het wordt te geheimzinnig gemaakt, waardoor het opeens allemaal iets lijkt wat je niet zou kunnen besturen. Natuurlijk kan je het besturen. Is dat feitelijk dat er een soort ICT-beroepsgeheim er dan is?
Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, maar u heeft het over witte jassen, waarbij inderdaad van het zeggen is dat een soort zweem omheen hangt. Nou, jullie zeiden net van gebruik geen Engelse woorden en zo. Dat hangt daar wel een beetje mee samen, van bepaalde terminologie. Dat ik denk van ja, je moet gewoon een product leveren op een methode die het meest dienstig is in die situatie. En dat is de ene keer zus en de andere keer zo. Maar dat is nou net je vak. En in hoeverre hangt dus die inzet van externen ook juist ook samen met het feit dat er een gebrek aan kennis bij de overheid is van ICT? Is dat één op één aan elkaar te verbinden? Dat weet ik niet. Ik denk wel dat de rol speelt. Als er geen ICT is, en ik heb ooit bij een organisatie geleverd waar geen ICT-afdeling mocht zijn, ja, dan, en die is er gelukkig nu wel, dan is het ook noodzaak om externe aan te nemen. Maar dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ja. Welke organisatie was dat toen? Dat was destijds de UWV. Die mocht toen van de minister geen ICT-afdeling hebben. Terwijl hun core business, echte productie, is ICT. Ik bedoel, men maakt uitkeringen met ICT. Dus dat is raar dat je... Nou, gelukkig is dat veranderd. Dus dat is, en u geeft aan dat het de minister was die eigenlijk bepaalde dat het UWV geen ICT-afdeling mocht hebben. Ja. Weet u de achtergrond daarvan? Waarom de minister dat niet wilde? Ik heb een boekje gelezen over de totstandkoming van het UWV. Daar heb ik die kennis uit. En dat was gewoon omdat men dacht dat de core business van het UWV uitkeringen was en niet ICT. En dat is natuurlijk een misvatting dat je het productieapparaat niet in het bedrijf zet. Maar dat, ja, ik denk niet dat er een andere reden was dan dat. Men noemde dat geen core business, terwijl het in feite wel de core business was. Ja. Wanneer speelde dit? Kunt u daar iets preciezer in zijn? Wanneer was nou die minister die zei dat het volgens zo mij was dat in... het was Melkert. In het boekje was het Melkert, ja. Ja. U had, we hadden het zo net al over de inzet van externe. En u zei zo mooi dat de externe dan om de opdrachtnemer heen af en toe ook aan het klikken waren. En dat niet de juiste manier was om ervoor te zorgen dat een... eigenlijk het project beter verloopt. En als we kijken dan ook naar die inzet van externen, wordt dat dus ook soms wel gezien als een vorm van gebrek aan vertrouwen van de overheid in de opdrachtnemer, de grote leverancier die ze hebben aangenomen. Wat vindt u ervan als ik die opmerking maak? Wat vindt u van een dergelijke uitspraak? Ik weet niet of je altijd het gebrek van vertrouwen kunt noemen, maar ik denk doordat er een kennisverschil is, die kennis wil hebben aangevuld door anderen. En of je dat gebrek aan vertrouwen moet, maar ook gebrek aan zelfvertrouwen, denk ik. Zelfvertrouwen is zeker een mooi woord, maar hoe beïnvloedt dit gebrek aan zelfvertrouwen dan het verloop van het project? Het betekent dat... zeg maar gedurende het project een aantal besluiten uitblijven. En men ook bang wordt om een project te implementeren. En dat hangt niet alleen samen met de opdrachtnemer, maar ook met dat er misschien hele andere doelstellingen die de opdrachtnemer bij aanvang van het project niet kende, waren om een bepaald project te starten. Bijvoorbeeld een reorganisatie. Bijvoorbeeld meer controle van een partij over de ander. En als die doelstellingen dan niet gehaald worden, dan slaat dat terug op het project. Dus dat er vaak eigenlijk extra doelstellingen waren, zoals reorganisatie, zoals het verwerven van een bepaalde positie, bijvoorbeeld bij andere overheidsorganisaties. En die maakten dan weer het verloop van het project moeizamer. Ja. En hoe ging dat dan in de praktijk? Was dat dan zo, als u bijvoorbeeld vanuit Capgemini bezig was met zo'n project, sprak u dan niet met de opdrachtgever, maar bijvoorbeeld met die externe aan tafel? Hoe moet ik me dat voor me zien? De opdrachtgever in sommige gevallen zijn externe. Dus vond ik erg ingewikkeld, want dan denk je van ja, je werkt voor de opdrachtgever, maar dat is een externe. En hoe kom je dan in contact met de echte opdrachtgever? En dat is, daar ging dan die externe over. Dus dat is een hele ingewikkelde situatie. En de echte opdrachtgever, dus de echte opdrachtgever was bijvoorbeeld het ministerie of het zelfstandig bestuur zou gaan zoals het UWV. Ja. En die had weer iemand ingehuurd. Ja, die opdrachtgever... was, ja. Die dan eigenlijk de onderopdrachtgever was. En die had u dan weer ingehuurd om het uit te voeren.
En daaromheen zaten dan nog externe en ZZP'ers die dan bezig waren om... Ja, wat deden die dan eigenlijk? Nou, al die reguleringen aanleggen en alle dingen die niet in dat bestek hadden gestaan. Ja. Ja, u had het net over... Kijk even of de heer Ulebelt, die zag ik al een beetje op het puntje van zijn stoel zitten. Nou ja, omdat ik me kan voorstellen dat een opdrachtgever die de kennis niet heeft, die kennis van buiten haalt. Maar heeft u het ook wel eens waargenomen dat er zoveel externe binnen worden gehaald, zodat als het misgaat, de schuld nooit bij de opdrachtgever komt te liggen, maar dat daar altijd andere partijen ook in betrokken zullen zijn, zodat de opdrachtgever zich kan verontschuldigen. Ja, maar ik heb van alles binnengehaald, me van alle kanten laten adviseren. Maar ja, dit is het resultaat. Nee, het project, jammer. Ik heb alle projecten opgeleverd. Nee, maar, u loopt langer in die wereld rond. U weet het ook hoe het bij concurrenten gaat. Ja, het zal wel eens gebeuren, maar ik heb het niet gehoord. Van Menen. Ja, u zei net al, bij gebrek aan kennis, zelfvertrouwen, kan er soms een angst zijn om aan een project te beginnen. Maar er is misschien soms ook wel een angst om... om een project te beëindigen. Klopt, ja. Vindt u in dat verband dat een leverancier een zorgplicht heeft om de opdrachtgever te waarschuwen als er dingen niet goed gaan in een project en waarbij... Ja. En heeft u ook wel eens een project willen stopzetten? Nee, ik heb wel een project, die zorgplicht of adviesplicht noemen we dat dan. Zo serieus genomen dat we die adviesplicht hebben teruggetrokken en het project hebben afgemaakt. Ja, nu heeft u het over de situatie? Destijds bij UWV. Ja. Maar ook even in mijn woorden gezegd, u was toen werkzaam bij Capgemini. Ja. En het ging om de polisadministratie. En toen is er vanuit Capgemini, vanuit u zal ik maar even zeggen, toch een brief naar de opdrachtgever gegaan. Onder andere vanuit mij. Kunt u nog eens zeggen wat in die brief stond, ongeveer? Ongeveer was dat wij herhaaldelijk hadden aangeraden om een aantal activiteiten anders te doen. Onder andere de ketentest uit te voeren. En dat gebeurde naar ons idee niet goed. En dat zou het project ernstig schaden, vonden wij. En toen hebben wij aangegeven dat, omdat er steeds niet geluisterd werd, dat... wij het project zouden afmaken, maar niet meer van dit soort adviezen zouden verstrekken, want dat het dan hun eigen verantwoordelijkheid was. Kunt u daar iets meer in de details geven? Wat gebeurde daar eigenlijk? Want dat lijkt me nogal wat als je dat aan uw kant van Capgemini gaat besluiten. Ja. Maar wat gebeurde er aan de andere kant? Daar ben ik ook benieuwd naar. Dat weet ik niet helemaal. Ik weet niet wat er aan de andere kant gebeurde. Ik weet wel dat wij daar heel uitgebreid over hebben overlegd met elkaar, omdat dat best wel een mededeling is die je dan doet. En die je ook goed overweegt van wat zijn daar de gevolgen van. We hebben daarna met de klant uitgebreid over gesproken van wat de reden daarvoor was. En die is ook begrepen. En we hebben het project afgemaakt. En daarna is er ook een werkgroep gekomen om die ketentest te starten. Maar extern. Het project is afgemaakt. Ja. Maar als u de adviesplicht heeft opgeschort, betekent dat feitelijk dat u volgens mij tegen UWV heeft gezegd: wij doen nu wat u zegt, maar wij zeggen niet meer of u het goede doet. Ja. Dat is wat je dan doet, ja. En wat voor financiële gevolgen heeft dat gehad? We hebben het project afgemaakt. En dat is gewoon keurig betaald, de werkzaamheden die dat gedaan zijn. Dus het heeft geen directe financiële gevolgen gehad. Of bij wijze van spreken daarna het gevolg heeft gehad in andere aanbestedingen, dat weet ik niet. Heeft u het project in zijn geheel afgemaakt? Of? Ja, het is afgerond, ja. Ja. Oké, maar eigenlijk tegen uw zin in? Nee, want we hebben, kijk, op een bepaald moment ben je een relatie aangegaan om iets af te maken voor een klant en daar werk je keihard voor. Als ik bedenk hoeveel mensen met kerst doorwerkten om dingen af te krijgen, dat hebben mensen dan ook geen idee van, hè? Dan denken ze van, dus daar werd echt heel hard gewerkt om dat allemaal op tijd af te krijgen. Alleen niet op de manier zoals wij dachten dat het goed was. En kostte ook zo ongelooflijk veel inspanningen en daardoor veel geld. Dat wij onszelf eigenlijk niet meer recht in de ogen konden krijgen van hoe dat daar ging, hoe
wat voor een effect dat had. En dan vind ik dat je hoort te zeggen, met alle ethiek die je zelf ook hebt als opdrachtnemer, van dat is niet goed zo, dat willen we zo niet. Maar zegt u nu dat u direct toen het advies gegeven hebt van we gaan toch gewoon door, maar we adviseren u niet meer? Nee, dat is zo vriendelijk. Daar ging nog wel iets aan vooraf, denk ik. Ja, en kunt u daar iets preciezer over horen? De wijze van ja, het is wel heel lang geleden hoor, ik bleef goed nadenken. Maar het had te maken met de wijze van opleveren en het keten testen. Dus met name de relatie met... Het maakt ons niet zo heel veel uit waar het mee te maken had. Nee, het gaat echt om dat proces. Ja, het proces. Wat was nu uw initiële boodschap? U zei, het initiële boodschap was van jullie moeten echt wat veranderen, want dit gaat niet goed. En dat heeft wel zijn oorsprong in de, denk ik ook in de aanbesteding. Want je ziet dan op een bepaald moment van dit is eigenlijk de bedoeling, dit is de essentie van het project en het doet niet meer... Zoals we nu bezig zijn, doet het niet wat oorspronkelijk bedoeld is. En is ook veel te ingewikkeld aan het worden. Veel te uitgebreid, veel te groot. Hoe lang liep dat project toen al? Het project is volgens mij gestart in 2005. 2004. Ik heb het overgenomen in 2005. Ja. En wanneer schreef u die brief? En wanneer schreef u toen die brief? 2008 volgens mij. Oké, dus toen waren we al een heel eind op streek. Ja. Ja. Maar, ja. Weet u nog vanuit welk niveau u te horen kreeg? U kunt ons waarschuwen, wij hebben naar u geluisterd, maar wij willen toch dat u doorgaat. Ik weet niet of dat precies het gesprek is geweest, ik wil toch dat u doorgaat, maar... Dat is de samenvatting die ik geef van wat u net zegt. Dus of u moet daar meer details over geven... Ja, maar, maar dat is wat u zei. U zei, wij hebben... Laat ik dat even terughalen. U zei, wij hebben als leverancier gezegd, dit gaat niet goed zo. Ja. Dat moet anders. Ik begreep van u dat daar niet naar geluisterd is. Dat was geluisterd, daarvoor, maar in ieder geval, het heeft niet tot andere beslissingen geleid. Die gesprekken waren daarvoor, inderdaad. Die gesprekken waren in de stuurgroepen van dit gaat niet goed. En toen daar herhaaldelijk niet naar geluisterd is, hebben wij dat dus op papier gezet. Omdat aan wie? Aan de directie van de uitvoerende dienst. Oké. Okay. Ja. En op dat niveau is ook teruggecommuniceerd? Ja. Uiteraard op een veel vriendelijker manier dan ik het nu zeg, maar je kan de boom in. Nee, niet op die manier inderdaad. Hoe dan? Gewoon een gesprek van wat is er precies aan de hand en wij willen dat jullie het afmaken. Ja. En toen zijn de eventuele financiële consequenties ook geschetst van de zijde van de leverancier... Wat die betekenden om door te gaan? Ja, het betekende in praktijk dat de software gewoon werd afgerond en dat alle omliggende aspecten die wij normaal noemden en waar we ook adviezen voor gaven, dat we dat niet deden. Dus dat betekende in feite minder omzet voor ons. Ja. Minder omzet voor u? Ja. Maar er werd doorgegaan op een weg die u niet verstandig vond? Doorgaan op een weg die niet verstandig is. Het project heeft uiteindelijk gedaan wat het moest doen. Daar kan je heel veel verschillende meningen over hebben, maar het deed het. Alleen het had heel anders gekund. En daar zijn toen ook een aantal adviezen voor gegeven hoe het anders had gekund en hoe het beter had gekund. En daar, dan komt ook een beetje van beroepstrots van het bedrijf, zeg maar, van dit zou anders hebben gekund. En het kan ook anders, want hoe ga je dat nu doen? Nou, dat werd niet gedaan. Die adviezen zijn niet opgevolgd. Nee. En nu mijn laatste vraag op dat punt. Op welk niveau kwam dat besluit af? Directie uitvoerende dienst. Dus niet de hoofddirectie. Vervolgens. Zou dat, het terugkijken is misschien altijd ingewikkeld, maar zou dat, het had ook anders gekund, wellicht ook... minder geld gekost hebben of heeft u daar geen zicht op? Want als het anders had gekund, dan is dat... Het is bij alle projecten bijna zo dat het anders had gekund als je klaar bent. Maar ik weet dat dat we hier heel uitdrukkelijk hebben gekeken van als we nu de specificaties kennen wat echt de bedoeling is. Als ik het even heel concreet maak wat de bedoeling was in de aanbesteding was dat alle maand... loonbelastingformulieren werden opgeslagen per maand. Dus ook als er geen wijziging was, alles werd opgeslagen. Nou, dat kost een vermogen aan opslagcapaciteit, maar het is ook niet zinvol zolang er niks wijzigt om iets neer te zetten, om alles maar op te slaan.
Dus dat kon op een heel andere manier. Dat is later ook op die andere manier gedaan. Maar dan denk ik van ja... Maar dan is er eerst wel iets afgeleverd op deze manier... Dus, en vervolgens is het aangepast. En dan zou ik zeggen met de kennis die ik over ICT heb... en ik ben jurist, dus ik heb niet zoveel kennis van ICT... dat moet dan toch wel meer hebben gekost. Want dat lijkt me vrij logisch. Want je maakt eerst iets af en vervolgens blijkt dat je toch iets anders moet hebben. Dus dan, dat moet wel duurder zijn geweest. Ja, klopt. En dat heeft dus te maken met specificaties die vooraf anders zijn dan aan het eind blijkt. Dus dat bedoel ik ook met van eerst na, als je eerst goed zou nadenken, dan zou je een heleboel geld kunnen besparen. Maar er was goed nagedacht, want u gaf eigenlijk een signaal, doe dit nou niet, maar de trein denderde en toen die eenmaal denderde, bleef die denderen. Nou, toen was er ook al veel geld uitgegeven hoor. Dus bedoel, het is niet zo dat er toen geen geld zou zijn uitgegeven. Dus het is ook zo van dat je dan, dat je dan ziet van hey, dit is echt de bedoeling en dan... door het bos van de specificaties heen. Ja. Nee, maar ik snap ook dat er veel geld is uitgegeven, maar de logische conclusie is wel, je gaat eerst voor pad X en uiteindelijk geef je toch een signaal. Pad X is het niet helemaal, misschien moet het Y worden. En uiteindelijk wordt het ook Y, u heeft daarvoor gewaarschuwd. Dan moet het wel meer hebben gekost dan eerst was voorzien. Ja, dat is toch een logische conclusie. Ja. Antwoord was ja, hoor. Ja. Heer Van Meenen. Ja. Moet het me maar niet kwalijk nemen, maar we hebben eerder een gesprek gehad. U heeft ons ook toestemming gegeven om daar nu op terug te komen. En toen hebt u letterlijk gezegd, naar aanleiding van die brief, men wil niet weten dat het fout gaat. En nu wekt u toch bij mij, maar misschien luister ik niet goed, de indruk dat het eigenlijk allemaal wel meeviel. Er is toch eigenlijk heel begripvol op de brief gereageerd. Die twee nog even niet helemaal met elkaar in verband brengen. Oké. In projecten wil men nooit weten dat er iets fout gaat. Dus dat was vorige keer... Nou, maar dat ging wel over deze brief. Over deze brief, maar in alle projecten wil kritiek van opdrachtnemers op opdrachtgevers... is nou niet bepaald een prettige activiteit om uit te voeren, kan ik u uit ervaring vertellen. Ja, maar ja, dat, en welke ervaring is dat dan? Is dat deze ervaring? Nee, er zijn meer ervaringen. Dus gewoon het vertellen dat iets dat het anders moet, dat de klant niet klaar is met bepaalde dingen, dat een bepaalde werkwijze niet dienstig is voor de klant. Dat is niet altijd fijn om te horen. Kritiek. Er is vanuit het UWV toen ervoor gekozen om op dezelfde manier door te gaan, ondanks dat u in ieder geval had aangegeven, probeer een andere weg in te slaan. U gaf ook aan dat heeft veel extra geld gekost. Is er een verschil in de wijze waarop de UWV op deze zaak gereageerd heeft en hoe het bedrijfsleven hierop reageert? En op welke wijze zou er dergelijk verschil zijn? Ja, bedrijfsleven zou denk ik. Ik ken één voorbeeld van een groot bedrijf. Maar die stoppen dan op een bepaald moment, maar dan is er ook heel veel geld uitgegeven hoor. Maar die stoppen radicaler en dat kan bij bepaalde, zeg maar in dit geval was dat niet mogelijk omdat er één administratie moest zijn. Maar dat is daarin zegt u wel, want wat u zegt is niet nieuw vandaag. We hebben eerder hier twee sprekers gehad die heel duidelijk zeiden de industrie stopt eerder. Ja, klopt. En de overheid gaat langer door. Wat is uw ervaring waarom de overheid met ICT-projecten die niet voorspoedig verlopen, toch langer dezelfde weg doorgaan? Ik denk dat optimisme, wat ik in het begin zei, van te optimistisch dat het wel goed komt. En het doel voor ogen hebben van het einddoel wat oorspronkelijk beloofd was. Van nou, als we nou een beetje dit doen en een beetje dat doen, dan komt het wel goed. En dat je echt moet stoppen, maar dat is ook gezichtsverlies denk ik voor heel veel mensen. Maar je moet echt stoppen en opnieuw beginnen. En het vandaag twee keer eerder genoemde argument... dat het zo'n bedrijf gaat failliet en de overheid niet. Nee. Deelt u dat? Dat dat een van de oorzaken is? Dat er ergens altijd nog een grote zak met geld staat? Ja, ik denk dat dat wel een rol speelt, dat het je eigen geld niet is. Ja. Dus dat het echt mee... Ja, dat is jammer, ja. Maar de vraag van mevrouw Bruinslot ging over de overheid en het bedrijfsleven... beide in de rol van opdrachtgever... die dan al dan niet stoppen. Mm-hmm. In dit geval hebben we het over een situatie waarin de opdrachtnemer eigenlijk wil stoppen. Ja. En waarom gebeurt dat dan niet?
Want u zegt nu ja, maar overigens... U bent het er dus mee eens dat u wilde stoppen? Nee, maar ik zeg ja, ja op de vraag. Ja, oké. Goed, ja. Ja. Het stoppen bij... In het bedrijfsleven als opdrachtnemer doe je ook. Maar dat is ook niet altijd... Ik weet niet precies wat voor verschil u bedoelt. Mag ik even helpen? Ja? Wij horen u zeggen... Natuurlijk kan het ook complexer zijn bij de overheid. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar dat als u echt heel kritisch bent als leverancier... U heeft een voorbeeld van genoemd... Dat er dan, hoe je het ook bent of keert, niet geluisterd wordt. Nou, mijn vraag is of dat in het bedrijfsleven in dezelfde mate gebeurt. Of men daar... Want u bent dus kritisch. Nee. En luistert men daar dan wel naar? In het bedrijfsleven zijn ze zelf natuurlijk ook gewend om dingen te maken. En dat klinkt een beetje raar, maar op het moment dat je zelf machines moet maken om iets te bouwen, is het vertellen van je moet eerst een plan maken en je moet eerst een ontwerp hebben, want zelf maak je ook eerst die machines voordat je aan de gang gaat, is zo begrijpelijk dat je niet zomaar aan de gang gaat. En wat... Nu maak ik geen machines, maar ik begrijp het wel wat u nu vertelt. Dus dat zou een doorsnee ambtenaar ook moeten kunnen begrijpen. Ja, maar als het dan ICT is, dan lijkt het opeens alsof je dat wel in één keer kunt verzinnen. Dat verbaast mij, dat is namelijk niet zo. Ja. Is die relatie tussen overheid en opdrachtnemer, leverancier, überhaupt zodanig, is het vertrouwen zodanig goed dat het mogelijk is om te stoppen vanuit de rol van de leverancier? Het stoppen ligt natuurlijk in feite... Ja, het stoppen van de opdrachtnemer, dat ligt aan de opdrachtnemer. Maar je hebt ook een band opgebouwd met die opdrachtgever... en je moet ook weten van wat het voor hem betekent als je stopt. Ja, dus dat als dat enorme effecten zou hebben... weet ik niet wat je dan zou kiezen. Nee, begrijp ik, maar en we hebben net al geconstateerd, je moet eigenlijk veel eerder, er moet vroeg duidelijk zijn of een project haalbaar is of niet. Ja. Dus als je dan na 3 jaar constateert, dan is dat best ingrijpend, dat het eigenlijk niet kan of niet op gaat leveren wat de bedoeling was. Maar mijn vraag is vooral gericht op die relatie. Staat die relatie toe, om wat voor reden dan ook, wel of niet, dat een opdrachtnemer, een leverancier zegt, dit gaan we gewoon niet meer doen? Volgens mij gebeurt het wel. Kunt u er een voorbeeld van geven waar het wel gebeurd is? Nee, niet uit mijn eigen. En waarom denkt u dat dan dat het gebeurt? Omdat ik toevallig een tijdje geleden ergens heb gelezen dat het gebeurde. Maar ik zit even na te denken, ik kan niet uit mijn hoofd... Maar dat zou het enige voorbeeld zijn in 30 jaar ervaring dat u zegt van... Kijk, daar heeft nou een keer de leverancier gezegd van we stoppen ermee. Ja, ja. Ja. Nee, dat gebeurt niet snel. Dat is niet snel. Maar dat is, terwijl er misschien wel reden voor zou zijn. Kent u ook geen situaties waarin daar een reden voor zou zijn? Op dit moment niet, nee. Nee. En morgen wel? Of? Nee, maar ik ben nu 5 jaar uit die zaak. Dus het zou raar zijn als ik nu meningen zou hebben over projecten. Natuurlijk wel dat als het gaat om opdrachtgeverschap bij de overheid en opdrachtnemerschap... Het is vaak natuurlijk ook een langdurige relatie. Ja. Het is niet één opdracht die gedaan wordt, maar vaak over jaren heen verschillende opdrachten. Klopt. In hoeverre is dat die langdurige relatie die je hebt met bepaalde overheidsonderdelen ook van invloed op de voortgang van een bepaald project dat niet zo soepel verloopt? Ja, ik weet niet of je daar zo'n simpel antwoord op kunt geven. Want een goede relatie is ook wel voorwaarde om projecten goed te laten lopen. Dus bijzondere van de overheid is natuurlijk dat het maar een paar klanten zijn. Dus er zijn niet zoals bij het bedrijfsleven honderden klanten waar je zaken doet, maar er zijn maar een paar klanten. En er zijn ook maar een paar grote bedrijven die daar zaken doen. Dus... Ja, het is belangrijk om zo'n relatie goed te houden. Maar goed is ook toch op tijd kritisch naar elkaar kunnen zijn. En, ja, ja u geeft aan, hè, het is belangrijk om de relatie goed te houden. Maar volgens mij stipt u wel een belangrijk punt aan. Dat natuurlijk ook inderdaad de overheid, dat zijn niet zo heel veel partners. En het aantal grote bedrijven zijn ook niet zo heel veel partners.
We hadden het eerder ook over de aanbesteding. Daar gaf u ook, liet u ook min of meer even doorschemeren. Van ja, vaak moet je ook wel meedoen met zo'n aanbesteding. Omdat het van belang is om in beeld te blijven. Ja. Kan je dat heel kort samenvatten met dat het feit dat er een groot belang is om die relatie goed te houden, de Nederlandse belastingbetaler een paar miljard euro per jaar kost? Dat verband lijkt me wat snel gelegd zo. Want het feit dat je de relatie goed houdt, wil nog niet zeggen dat je geen kritiek op elkaar hebt. Of dat je geen adviezen geeft. Normaal gesproken, die adviesplicht is nogal belangrijk. Op het moment dat je dus een advies uitbrengt, verwacht je dat die ander daar ook naar gaat handelen. En als de relatie goed is, gebeurt dat ook. Ulewelt. Ja, eerder heeft u aan ons gezegd dat dit betreffende project dat het ongeveer zo'n 400 miljoen heeft gekost. Dat er van 40 miljoen bij Capgemini terecht is gekomen, ja, in 6 jaar tijd. Ja. 100 miljoen bij IBM. Dat weet ik niet precies, maar in die het rekencentrum. Ja, ja. En 260 miljoen, heeft u toen gezegd, kon u niet thuisbrengen. Weet ik niet. Waarvan u vermoedde dat gaat naar adviseurs en ZZP'ers, waar u het eerder over had. Die cijfers, daar staat u nog steeds achter of heeft u daar nader naar gekeken? Die cijfers zijn ongeveer correct, maar waar die overige miljoenen heen zijn gegaan, dat is ja, enerzijds ZZP'ers, anderzijds anderen, dat weet ik niet precies. Nu heeft u vaker projecten meegemaakt, zeg u ook zelf, waarbij de opdrachtgever zich door adviseurs bij liet staan. Een verhouding van 40 miljoen voor de uitvoerende ten opzichte van zoveel voor anderen, is dat normaal? Nou ja, wat ik zei normaal? Net, is van het project wat je dan, ik denk dat het project wat je doet is zeg maar dat huis. En daarna heb je nog al die andere dingen die ook hadden moeten gebeuren, die eigenlijk niet goed begroot zijn. Dus zeg maar de infrastructuur, de andere zaken. Dus daar komt een heleboel bij. En dat, ik weet niet waarom dat dan nooit in de aanbesteding heeft meegezeten. Misschien had hij dan niet uitgebracht of was er een andere reden geweest of waren mensen geschrokken. Dus ik weet niet wat de reden is dat het project op dat bedrag zit en het totaal op een veel hoger bedrag, zeg maar 10 keer zo hoog. Ja. Bij een normaal huis is de aansluiting op het riool, op de elektriciteit en het eventueel nog inbouwen van afzuiging, dat is altijd maar een fractie van. Nou, maar voor de gemeente niet. Dus op het moment dat je een wijk gaat ontwikkelen, dan zorg je dat het allemaal bij elkaar in één keer wordt gedaan. En dat was wat ik net bedoelde met projecten van de overheid. Er wordt net gedaan voor maar één huis wordt ontwikkeld, maar het is vaak een hele wijk. En er wordt dus in feite die samenhang van al die aspecten wordt niet zo goed bekeken. En dat komt er dan eigenlijk onverwacht bij. En dat kan niet. Ik had nog één puntje dat voor mij was blijven liggen. Maar misschien is het ook een soort fascinatie omdat ik zelf ondernemer ben geweest met het aanbestedingstraject. We hadden het erover in het begin van dit gesprek dat op een gegeven moment dan heeft zo'n overheid een groot project aan te besteden. En gaat dus naar de markt en zegt, schrijf maar in, kom maar op met je verhaal. Dit is wat we willen. En hoe gaat dat dan? Aan die kant van die leveranciers zijn er natuurlijk 4, 5, 6 grote leveranciers. Die concurreren, ja, iedere keer met elkaar. Ik denk dat ik best wil geloven dat de regeltjes zo streng zijn dat u niet stiekem in de kroeg gaat zitten en zeggen van, joh, als jij nou dat doet, doe ik dat. En zo werkt het vast niet. Zullen wel heel goed gerespecteerd worden, die Chinese muren tussen die bedrijven. Maar hoe gaat zo'n intern proces? Hoe werkt dat dan? Want u heeft in het voorgesprek gezegd dat we hebben gevoerd. Ja, we hebben natuurlijk overal ja op gezegd, ook al waren het de raarste vragen. Die dingen hebben wij natuurlijk allemaal vrolijk ingevuld. Want als je dat niet doet, dan doe je niet meer mee. Hoe werkt dat? Je werkt je een ongeluk, kan ik je vertellen. Want het is ontzettend veel leeswerk. Het zijn vaak 150 bladzijden. Je gaat dat lezen en je gaat proberen te begrijpen wat die klant zegt. En je gaat vragen opstellen. Nou, dat duurt. Dat soort werkzaamheden, ik denk dat je dan 6 weken met elkaar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig bent. En dat is allemaal geld waar zo'n leverancier op dat moment niks voor krijgt.
Alleen, dat wordt niet betaald, toch? Nee, dat wordt niet betaald. Nee. Nee, dus dat moet zich ooit ook weer een keer terugverdienen. Ja. En de ene keer verdient de ene terug op dat project, omdat hij het gekregen heeft. En de andere keer de ander. Dus het is geld dat ergens ooit ook door de belastingbetaler wordt betaald. Zouden we dat nou niet aanmerkelijk eenvoudiger kunnen maken? En zo ja, hoe dan? Nou, wat ik al zei, ik zou veel meer tijd stoppen in het voortraject. En daar goed een plan maken in plaats van allerlei dingen op papier zetten. Hoe het eruit moet zien, maar echt gewoon met de klant samen ontwikkelen wat hij nodig heeft. En dat doe je juist wel met bedrijven die niet aanbesteden. Dan ga je samen met hen echt ontwikkelen van wat is nou precies je doel, wat is precies je business case, hoe ga je die business case vormgeven, wat is belangrijk, wat is niet belangrijk. En op het moment dat je dat met de klant ontwikkelt, dan is de kans dat je daarna het project, de projecten meestal, uitvoert en dat het goed gaat, veel en veel groter. En dat is echt zonde als dat niet gebeurt. We gaan afronden, mevrouw Bruinslot. Ja, u heeft inzicht gegeven in de problemen bij ICT-projecten, ook in een aantal oorzaken daarvan. Maar we moeten natuurlijk ook vooruitkijken, daarvoor zitten wij hier ook als commissie ICT. Wat ziet u zelf als het belangrijkste verbeterpunt bij het managen van ICT-projecten? Wat zouden wij als commissie moeten oppakken? Ik denk toch, wat ik al een paar keer heb benadrukt, het maken van die overall architectuur. Dus het zorgen dat dat geborgd is en dat ook op die architectuur getoetst wordt, bijvoorbeeld door een rekenkamer of zo, of ook inderdaad in die brokken ontwikkeld wordt en binnen de tijden die afgesproken zijn. En daarbij bedoelt u dus een goede architectuur die van tevoren getoetst wordt, waar dus ook een stevige business case onder ligt. Ja. Dank u. Daarmee zijn we gekomen aan het eind van dit gesprek. Ik dank u zeer namens de commissie. Ik sluit het gesprek. Ik schors de vergadering. Wij gaan om 17:00 door met ons laatste en vijfde gesprek van vandaag. Okay. Schors de vergadering.